De Federatie van Surinaamse Agrariërs heeft vandaag een seminar georganiseerd. Daarbij is een overzicht gegeven van de agrarische sector en de visie van de belanghebbenden met betrekking tot de ontwikkeling van deze sector. Volgens Tanya Liwashu, waarnemend voorzitter van de federatie, is besloten om door middel van een seminar stil te staan bij de vraagstukken en de belangrijkheid van de agrarische sector. Nou, we hebben sowieso een presentatie van de Federatie Surinaamse Agrariërs zelf, die eigenlijk wat aanbevelingen zullen doen zoals wij dat zien. Het is een overkoepelend orgaan van verschillende agrarische organisaties, dus vrij breed. Zoals wij eigenlijk zien datgene dat nodig is om de agrarische sector naar het volgend niveau te tillen. Wat vinden wij als agrariërs zelf? Daarnaast ga ik natuurlijk een presentatie geven over wie Uma Fusranang, de vrouwen in de agrarische sector. Dat kan niet ontbreken. Waarom het belangrijk is om die vrouwen in de agrarische sector te ondersteunen. Omdat de meeste mensen niet weten dat wij voor het overgroot deel zorgen voor die voedselzekerheid in de wereld. Ja, rural women doen dat. Minister Pamanant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij merkt op dat binnen de agrarische sector door de jaren heen vergrijzing is opgetreden. Als deze groep wordt vergeten, wie zal dan voedsel produceren voor het land, vraagt de bewindsman zich af. Voedsel hebben we elke dag nodig. En met allerlei, de samenstelling, qua samenstelling moet ook correct zijn. Het is een belangrijke groep, maar we zitten hier in Suriname met het fenomeen van vergrijzing in de agrarische sector. En dit komt omdat er niet tijdig is ingespeeld op die kwestie. Om de sector moderner te maken, sexier te maken. En dat het de jongeren aantrekt. En dat is gaan gebeuren de afgelopen tijden. Die zware verwaarlozing. We willen het oppakken. Maar oppakken op een wat modernere manier. Niet meer met chap en houwer en noem maar op in de felle zon. Maar nu gemechaniseerd met gebruik maken van IT. Weet je, en tegenwoordig zie je vanaf genetica tot in de plantencellen. Tot satelliet en alles wat daartussenin zit. Er is genoeg technologie aanwezig in de wereld. Minister Prelaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het eendaagse seminar is gehouden om stil te staan bij de Dag der Agrariërs op 8 oktober, Rural Women's Day op 15 oktober en Wereldvoedseldag op 16 oktober.